Hey, leuk dat jullie weer kijken naar een video van Fem. En vandaag gaan we het hebben over een van mijn favoriete dingen in de hele wereld, namelijk meidenfilms. Ik kijk heel graag films, ook drama's en af en toe gewoon een flauwe comedy of soms zelfs wel een actie. Maar het allerliefst kijk ik meidenfilms en ik heb er dan ook al een heleboel gezien. We kennen natuurlijk allemaal de classics als Pretty Woman, Bridget Jones' Diary, The Notebook, Dirty Dancing, Clueless, niet te vergeten. Maar die heb ik dus even weggelaten, want ja, die kent iedereen wel. De films die ik laat zien zijn overigens ook best populair, dus het kan zijn dat je deze ook al allemaal kent. Maar ik vind deze in ieder geval erg leuk. En ook al heb je ze al gezien, dan kan je ze misschien nog een keer kijken, want ik word er altijd heel erg vrolijk van. Allereerst mijn favoriet. Dit is echt de queen van alle chick flicks, namelijk Mean Girls. Dit is gewoon hands down de beste, leukste meidenfilm die ooit is gemaakt. Lindsay Lohan speelt erin, Rachel McAdams, Amanda Seyfried. Deze film gaat over Katie Heron die vanuit Afrika naar Amerika verhuist en dan op zo'n typische Amerikaanse high school belandt. En terwijl ze nog een beetje haar plekje probeert te vinden, krijgen ze dan te maken met de plastics. Dat zijn echt van die gemene, tuttige, echte cheerleader-achtige type meisjes. En de queen bee daarvan, dus de opperkoningin, dat is dan Regina. Met mooi lang blond haar, een soort van levende Barbie. En dan gaat Katie dus undercover bij de plastics. Met haar twee nerdy vrienden gaat ze dan proberen om hun uit te schakelen. En uiteindelijk raakt ze zo verstrikt in dat wereldje van de plastics dat ze zelf ook een beetje een plastic wordt. Ik kan deze film bijna wel helemaal meepraten, want ach, ik heb hem echt al zo vaak gezien. De volgende is een film met Hilary Duff, namelijk The Perfect Man. Ik vind trouwens Hilary Duff, die speelt echt vaak in best wel leuke films. Echt van die tienermeidenfilms, daar hou ik heel erg van. En deze film gaat over Holly, gespeeld door Hilary Duff. En Holly's moeder die heeft echt al een heleboel relaties gehad die steeds weer mislukken. En daardoor moeten ze steeds verhuizen. En op een gegeven moment zijn ze dan net weer verhuisd en is Holly het echt zat. En heeft ze zoiets van, nou, ik wil hier gewoon blijven wonen. Dus ik ga een plan bedenken zodat mijn moeder de perfecte vent kan ontmoeten. Zodat we hier kunnen blijven wonen. En zij bedenkt dan een plan waardoor ze haar moeder weer een soort van, ja, waardoor ze haar ego weer een beetje kan opkrikken. Ze doet namelijk alsof haar moeder een geheime liefde heeft. Een anonieme bewoner. En die is er natuurlijk helemaal niet, want Holly is dus zelf de anonieme bewonderaar. Uiteindelijk moet er dan dus een echt afspraakje gaan plaatsvinden. En dan moet Holly natuurlijk opeens aan een echte man zien te komen. Want zij was natuurlijk al die tijd degene die die e-mails en sms'jes naar haar moeder stuurde. Dus ja, dat zorgt natuurlijk wel voor een heleboel hilarische, grappige momenten. Hij is heel erg zoetsappig en ook wel een tikje onschuldig, zeg maar. Maar dat maakt hem juist ook wel heel erg leuk. Dan heb ik ook nog Dear John. Dit is ook een van mijn echte favorieten. En dit is niet zozeer een comedy, maar wel echt een romantische dramafilm ook wel. En Channing Tatum speelt erin. Dus dat is sowieso echt al het kijken waard. En Amanda Seyfried speelt... Seyfried speelt er ook in. En zij samen zijn echt perfect gewoon. De film gaat over John, een hele stoere vent die bij het leger zit. En als hij dan op verlof is en eventjes weer thuis is, dan ontmoet hij de vrouw van zijn dromen, namelijk Savannah en Amanda Seyfried dus. En maar ja, dan worden ze dus verliefd op elkaar en zo. Maar hij moet dan uiteindelijk dus ook weer terug naar de militaire basis. En het is natuurlijk echt hartverscheurend als je net de liefde van je leven hebt gevonden. En dan moet je weer naar de andere kant van de wereld. En dan beloven ze om elkaar heel veel te schrijven en te bellen. Maar uiteindelijk blijkt dat het toch niet zo heel erg makkelijk is als ze dachten om een lange afstandsrelatie te hebben. Terwijl hij ook niet altijd bereikbaar is. Dus ja, het zorgt nogal voor problemen in hun liefdesrelatie. Het is niet zo'n film dat je de hele tijd moet lachen en dat je denkt, ah, oh, wat schattig en alles komt goed. Want het is best wel natuurlijk een beetje een triest verhaal eigenlijk. Maar ja, zeker het kijken waard. Echt een romantische film is dit. Dan heb ik ook de film Sex and the City. Dat is zeg maar de verfilming van de serie die echt jarenlang op tv heeft gedraaid. Ik heb sowieso alle afleveringen van de serie gezien. Dus toen deze eerste film uitkwam was ik echt door het dolle heen. En heb ik hem in de bioscoop gezien ook. En de film gaat over vier vriendinnen die allemaal een stukje ouder zijn dan in de serie. Met in de hoofdrol Sarah Jessica Parker die Carrie speelt. Een hele modebewuste schrijfster. Die heel wat liefdesperikelen heeft in haar leven. En de andere vriendinnen zijn dan Charlotte, Miranda en Samantha.
Samantha is mijn favoriet trouwens. Ik vind haar altijd zo leuk. Echt hilarisch. En in de film hebben ze eigenlijk allemaal een beetje hun eigen leven. En leven ze een soort van los van elkaar. Maar beseffen ze toch dat het wel heel erg belangrijk is om die vriendschap die zij hebben, die zo bijzonder is. Om die toch steeds weer terug te trekken in hun eigen leven. Waardoor ze toch weer steeds samenkomen. En dit is echt een soort van vrouwenfilm. Niet heel erg gericht op 12-jarige meisjes. Want er zitten ook wel wat seksueel getinte grapjes in en beelden. En best wel wat grove grapjes ook soms. Maar ja, ik vind dat juist wel heel erg leuk. Iets minder onschuldig en gewoon zoals vrouwen van die leeftijd zijn, denk ik. De laatste DVD die ik laat zien is The Sisterhood of the Traveling Pants. Nou, dit was echt, toen ik nog wat jonger was, mijn absolute favoriet. Deze film gaat eigenlijk ook over vier vriendinnen die dan op magische wijze allemaal in één dezelfde broek passen. En dat wordt dan dus de traveling pants, zo noemen ze die. En de vier meiden gaan allemaal ergens anders naartoe op vakantie en eentje blijft ook gewoon thuis. En ze hebben allemaal verschillende liefdesproblemen en ook familieproblemen en gewoon andere problemen. Allemaal hebben ze iets anders wat speelt op dat moment in hun leven. En ze houden dus contact door pakketjes te sturen waar dus die magische broek in zit die ze allemaal passen. En dat zou dan dus een geluksbroek moeten zijn. Nou, en ze schrijven dan naar elkaar wat ze meemaken terwijl ze die broek aan hebben gehad. En natuurlijk gewoon over hoe hun vakantie is. En onder andere Blake Lively speelt erin, die Serena Van Der Woodsen speelt in Gossip Girl. En zij speelt echt weer de blonde stoot die dan verliefd wordt op een oudere man. Jongen eigenlijk. En het zijn dus eigenlijk vier verschillende verhalen in één. Maar doordat die meiden vriendinnen zijn en elkaar heel veel schrijven en bellen, komt het toch steeds weer samen en gaat het uiteindelijk ook allemaal over die magische broek waar ze allemaal in passen. En ik vind eigenlijk dat iedereen deze film een keer gezien moet hebben, want hij is zo lief en zo echt, zeg maar. Echt hoe een meisjesleven is in de puberteit. Dus ja. Deze moet iedereen kijken. Verder zijn er nog een heleboel andere films die ik leuk vind hoor. Zoals Bride Wars, Bridesmaids, Princess Diaries, Cinderella Story niet te vergeten. Allemaal van dat soort films. Ik ben er gewoon helemaal gek op en de meeste heb ik ook al wel gezien. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jullie favoriete meidenfilms zijn. Dus laat die even achter in de reacties en wie weet kijk ik die dan aankomende week. Bedankt voor het kijken. Doei!